Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De nieuwe maan in Vissen dit keer, 10 maart 2024. We gaan vandaag dus eens kijken wat er naar voren gaat komen. Hè. Nieuwe maan in Vissen staat natuurlijk ook in het teken van een waterelement. Vissen is best wel in de dierenriem een van de emotioneelste of empathische sterrenteken wat er is. Sterke kanten van de vissen is groot medeleven, intuïtief, diepzinnig, meelevend in de zin van bereid zijn om zichzelf helemaal weg te cijferen. Maar van de andere kant kan het dus ook zijn dat je, als we dan gaan kijken, als je niet goed in je flow zit, dat je wat humeurig en labiel kunt zijn, ook wel makkelijk te verleiden. Machteloos voelen, stukje problemen met verslaving kunnen hebben. Je hoeft dat natuurlijk niet in een extreme vorm van verslaving te zijn. Dat kan ook al zijn dat je gewoon niet dat colaatje, dat je één colaatje niet kunt accepteren, maar dat het er 3 of 4 of 5 zijn op een dag. Dat kan natuurlijk ook al als een verslaving zijn, suikerverslaving. Dus deze periode van de nieuwe maan kan dus op 2 manieren eigenlijk ervaren gaan worden. Hè? Vanuit de positieve gezien is het genieten van een prettige sfeer om je heen. Maar let dus wel op dat je niet helemaal opgaat in een ander. Zodat je gaat meevoelen als een andere, als een ander zeg maar vreugde heeft, woede of verdriet ervaart. Zodat jij het eigenlijk het overneemt in jouw eigen energie. Omdat jij best wel je voelsprieten open hebt staan, jouw aura eigenlijk wagenwijd openzet om anderen te helpen, omdat je empathisch bent, intuïtief. Kan dat dus te maken hebben dat je ook energie van anderen gaat voelen, maar ook vast kunt gaan zetten in jouw energieveld. Waardoor je dus ook overweldigend kunt raken door eigenlijk alle indrukken om je heen. Dus trek je dan ook terug op het juiste moment om je energie weer te stabiliseren. Dus merk jij dat jij waar dan ook bent de komende periode. En je hoeft zelf geen vissen in je chart te hebben. Hè? Als je, want dat is iets waar heel veel mensen geen weet van hebben. Als een nieuwe maan in het teken vissen staat, kan iedereen, ongeacht jouw sterrenbeeld of horoscoopstanden, kan daar mee te maken hebben. Kan dit voelen. Dat is gewoon een energie wat extra geprojecteerd wordt op iedereen. En nu zal het zo zijn dat een aardeteken er misschien wat minder last van gaat hebben van deze vissenenergie als de watertekens. Maar het kan intens voelen. Het voelt voor mij wel dat het een energiestroom is waarbij we inzichten gaan krijgen. Maar vooral ook de focus op onszelf mogen gaan leggen om zo ook bewust te worden van onze eigen verlangens. Omdat je dus gevoeliger kunt zijn met deze nieuwe maan, zullen emotionele stukken of emoties dus intenser aan gaan voelen. Waarbij je dus geluk intenser kan zijn, maar ook zeker verdriet en boosheid kan vergroot worden. Het is dus belangrijk om proberen die vergrootglas er even af te halen of in te voelen van oké, is het mijn eigen energie of wordt dit vergroot? Dan kun je je eigen daar ook een beetje van ontkoppelen. En dat kun je dus doen door middel van in je bubbel te gaan. Daar heb ik natuurlijk al vaker over gehad. Hè? In je bubbel gaan, beschermend schild om je heen zetten. Zie het als een bellenblaasbubbel waar je middenin zit, waardoor je beschermd bent. Nu kan het ook helpen als je je voelsprieten intrekt. Nu klinkt het misschien heel raar mocht je deze zender voor de eerste keer kijken van voelsprieten. Waar heeft dat mens het nou toch weer over? Ik zie het eigenlijk altijd lijntjes net als een vishengel die uitgegooid zijn. En als deze te ver uitgegooid zijn, heb je dus te veel bereik wat je dus allemaal om je heen voelt. Dus stel dat jij op een event bent, dan voel je niet alleen de mensen die direct om jou heen zijn aan, maar dus ook mensen die misschien wel 100 meter verderop staan, voel je dan ook aan. En als het een drukke event is, kun je je voorstellen dat je zo ontzettend veel binnenkrijgt. En dat is dus wat jij mag dan, voordat je dus dan zo'n locatie binnengaat of je gaat de stad in of wat dan ook, ga dan ook gewoon visualiseren dat je die hengeltjes binnenhaalt, die voelsprieten binnenhaalt binnen die bubbel, zodat het eigenlijk beschermd is allemaal.
Voel dus intern ook waar jouw focus op mag gaan liggen. En handel daar dan ook naar. Want het is natuurlijk wel zo dat het niet voor niets op dat moment naar voren gaat komen. Dit kan een pijnstuk zijn. Dit kan een plan van aanpak zijn. Dit kunnen knopen doorhakken zijn. Maar dit kan ook zeker een nieuwe vernieuwde energie zijn van enthousiasme over een nieuw item in je leven. Of nieuwe doelen die je hebt gesteld die je wil gaan creëren. Een baan die je wil verwezenlijken. Dit kan heel veel zijn natuurlijk. Je intuïtie is dus verscherpt. En je kunt veel in die positieve stroming mee gaan pikken. In de positieve zin van dingen gaan bereiken. Maar hou dus wel in de gaten, is dit jouw eigen energie of is dit de energie van iemand anders? En dit is best wel lastig in het begin en dan kan ik uit mijn eigen ervaringen meepraten, maar dan praat ik misschien wel over, wat zal het zijn, 15 jaar geleden of zo. Dat ik gewoon nog helemaal niet echt de kennis had wat nou de energie van een ander was, wat de energie van mezelf was. Ik ben zelf ook een waterteken, geen vissen, maar ik heb wel vissen in mijn chart, in mijn geboortehoroscoop zitten. En ik herkende dit toen ik dit voor ga bereiden. Voelde dit ook dat er velen van jullie op dit moment ook meegemoeid gaan. Dat je dus niet helemaal kunt voelen van oké, is dit mijn energie of van een ander? Nu zijn het natuurlijk ook wel wat intensieve weken geweest. En vooral in februari natuurlijk. Hè. Nu heb ik best wel wat persoonlijke reacties gekregen. Door middel van via de mail, maar ook via de besloten Facebookgroep. En via Instagram Messenger, of hoe heet dat? DM's. Dat mensen dingen voelden tijdens de volle maan en engelenpoortdagen. En doordat die sluier op dat moment dunner is, kun jij dus veel meer gaan voelen. En nu hebben we de komende week, we hebben natuurlijk de nieuwe maan in vissen de 10e. En dan hebben we de 11e en de 12e is ook weer een engelenpoordag. Dus deze 3 dagen, dan zijn het 3 volle dagen, maar dan heb je dagen ervoor, maar ook dagen na die engelenpoort nog en de nieuwe maanenergie. Wat dus heel intens kan zijn. Waardoor je dus ook energie van anderen dus kunt voelen, maar ook van overledenen zou kunnen gaan voelen. Ik heb een paar lieve zielen mee mogen helpen om een energie wat bij hun hing van een kennis of een overledene persoon die ze kende, die een beetje niet wist hoe en wat, naar het licht hebben mogen laten brengen. En dat is dus ook wat voor sommigen van jullie zal gelden. Absoluut niet voor iedereen. Nu zal het voor een enkeling maar gelden. Maar als jij het gevoel hebt van, nou, dit is niet mijn energie, ga dan ook je eigen afvragen. Door middel van even op je ademhaling te letten, even goed naar je center te gaan. En met de center bedoel ik ook echt jouw hartgebied. Hè? Om daar vanuit jouw intuïtie, onderbuikgevoel, hogere zelf antwoord te laten geven. Als jij vraagt van dit is mijn energie, mag ik hier iets mee, ja of nee? Of eerst van dit is mijn energie, ja of nee? Nou, als het niet is, nee, oké. Mag ik iets met deze energie? Nou, dan krijg je ja of nee. Als het een ja is, dan vraag je, wat mag ik met deze energie? Mag ik een boodschap overbrengen of wat dan ook? Meestal krijg je dan, hoef je niet per se een ja of nee te krijgen. Als je verder in je ontwikkeling zit, kun je ook daar antwoord op krijgen. Maar probeer, als jij nog niet zo ver in je ontwikkeling te zit, jouw antwoorden zo te formuleren dat het met een ja of nee beantwoord kan worden. En niet met een uitgebreid antwoord, omdat dan het vaak vanuit jouw bewustzijn komt. En met een ja of nee, dan voel je vaak wel, oké, dit is mijn onderbewustzijn of mijn hogere zelf. En meestal jouw hogere zelf die dan het antwoord geeft, of dit nou onbewust is of bewust. Jouw hogere zelf geeft dan het zuivere antwoord. Probeer dus wel, voordat je die meditatie of activatie of ontvangst gaat doen van antwoorden, eerst goed te gronden, je eigen goed af te schermen, die bubbel om je heen te zetten, zodat negatieve energie niet naar jou toe kan komen. En je dus in een veilig beschermd veld
deze vragen kunt stellen. Soms kan het zijn dat je iemand dus naar een licht mag brengen. Visualiseer dan ook gewoon het licht waar deze mensen naartoe kan gaan. Communiceer gewoon met deze mensen, al zou je bij God niet weten wie het zijn. Leg uit van je bent niet meer hier op aarde, je ziel heeft je lichaam verlaten, maar ik kan je wel richting het licht sturen, er staan lieve mensen op je te wachten. Maak er gewoon een klein ritueeltje van. Nu kan het ook zijn dat je boodschappen doorkrijgt van dierbaren die jij ontvangt van voor iemand anders. Dit zal ook zijn als jij verder in je proces zit en dus meer ontvangst al krijgt van boodschappen van engelen, dierbaren, eigenlijk het energetische stuk. Maar goed, ik ben al te veel aan het kletsen en we gaan gewoon lekker beginnen. We gaan dus kijken vandaag wat er naar voren mag komen met deze nieuwe maan. Waar mag jouw focus op gaan liggen? Wat is belangrijk op dit moment? Je harde werk werpt vruchten af. Nieuwe maan in Steenbok. Steenbok is dus wel een aardeteken waar ik het over had. Dus stabiliteit neerzetten aarde is ook wel het creëren van die sterke balans ergens in creëren. Waarbij dus met het waterteken de emoties best wel kunnen fluctueren, is dat bij een aardeteken weer iets gedempt. En we hebben spiritualiteit en praktijk in evenwicht. Volle manen vissen. Dus we hebben nieuwe manen vissen. Op dit moment. En we krijgen volle maan en vissen erbij. Spiritualiteit en praktijk in evenwicht. En dit is dus wat ik ook wel voel, hè, met wat ik zei. Van die fluctuatie kan er zijn in emoties. Maar nu is het dus juist om ook te gaan invoelen. En daar is deze nieuwe maan energie dus heel belangrijk voor. Om in te voelen wat bij jou hoort, wat niet. Welke energie op het aardse naar jou toegekomen is, wat losgekoppeld kan worden. Maar ook het stukje spirituele connectie met het engelenrijk, dierbare overledenen, gidsen en noem het maar op. Dus daar zit een stroming in, wat voor iedereen dus anders zal zijn. Maar het heeft er wel mee te maken met het stukje balans creëren. Vooruitgang. Vissen zitten natuurlijk in het water en zwemmen best wel wat meters als ze de vrije gang krijgen. En dat kan in de terugstroom minder snel zijn als in de stroming mee. Dus als je met de stroming meegaat en de energie oppakt wat op dit moment actief is, dan zul je je balans terug gaan krijgen. En kun je ook inzien en in gaan voelen wat voor jou nu belangrijk is om aan te gaan werken. Of qua inzichten of welke doelen je zou kunnen stellen. En dat allemaal komt eigenlijk omdat je nu op dit moment gaat leren wat de hele situatie met zich meebrengt van ontwakenen of verlicht worden, of hoe jij het dan ook wil noemen. Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het gaat erom het stukje acceptatie van pijnstukken wat je hebt gehad. Dat je accepteert en leert ontvangen in de zin van ik heb dit gekregen op mijn pad. Om welke reden dan ook. Ik accepteer dit, ik vergeef dit, ik verwerk dit. En vervolgens kun jij je eigen in balans krijgen. Kun jij resultaat gaan behalen. Het is wel belangrijk om geduldig te blijven in deze situatie. Alleen dan zul je het kunnen creëren. Dus soms is het ook zo dat je water bij de wijn mag doen om iets stabiels neer te zetten. Maankaart komt een beetje dwars eruit. Dus het is af en toe nog wel zo dat je een beetje in de knoop zit met wat is mijn waarheid? Wat is mijn angst? Wat kan ik loslaten? Ik dompel mijn eigen onder. Dit is kreeftenergie. Kreeftenergie is natuurlijk ook weer het waterelement. Maar kreeft is iets meer beschermend qua schild om zich heen. Maar ook wel weer kwetsbaar. Dus voel vooral waarin jij bepaalde muurtjes mag laten zakken. Waarbij jij bepaalde illusies misschien los gaat laten. Nu kan het dus zijn dat je continu tegen die stroming in probeert te zwemmen. Hè? Omdat je iets wil bereiken wat daar ligt. Terwijl het pad hier naartoe gaat.
dit put jou uit. En dat is het teken als jij uitgeput bent, of je bent hartstikke moe, of wat dan ook. Weet dan dat dat niet het pad is waar jij op hoeft te zitten of moet zitten. Want als jij op het juiste pad zit, voel jij geen vermoeidheid. Voel jij niet die leeggetrokken energie. Dan is het toch zo dat je ergens nog niet klaar voor bent of iets nog niet los hebt gelaten. Dat er toch nog een blokkade zit. Nu kan het dus voor sommigen echt zijn dat die blokkade in je eigen denkwijze zit. Eigen patroon van iets willen creëren. Of ergens nog van ja, maar als ik dit ene stukje nog heb gecreëerd. Of dit ene stukje krijg ik nog voor elkaar. Dan ga ik wel voor elkaar naar voren. Ja, lieve schat, wie hou jij voor de gek? Jezelf? Mij niet, want ik doorzie het. De kaarten doorzien het. Alleen je ziet het zelf nog niet in. En dit gaat wel komen. Dus tegen de stroming invaren zorgt er dus ook voor dat je stagnatie zult krijgen. En het is juist belangrijk om jouw pas vooruit te gaan zetten. Vanuit de intensiteit, het aardse stukje met jouw spiritualiteit te combineren. Dit ook in de praktijk tot uiting te kunnen brengen. Dat je weet hoe je je eigen staande kunt houden. Hoe je de kennis die je al hebt gehad innerlijk ook weet te centeren. Dat je echt vanuit jouw innerlijke kern boodschappen door gaat krijgen. Stappen vooruit. Het zit wel een tragere energie. Maar vanuit de andere kant. Aarde-energie wat hier ligt. Zorgt er ook wel weer voor. Want munt is natuurlijk ook aarde-energie. Zorgt er ook weer voor dat er wel een belangrijke stabiliteit gecreëerd gaat worden. Dan pas kan de stroming vooruit gaan. Het is wel belangrijk dat je de neus de juiste kant uit gaat zetten. Want anders zul jij niet het juiste gaan zien wat nodig is. Want als jij niet de juiste kant uit gaat kijken, dan zul je in de bepaalde duivelspositie blijven terwijl dit aan de andere kant ligt. Kijk, je zit gewoon vast. Je zit vast waarin eerst onderzocht mag worden, waar geef ik energie aan uit? Is dit voor mij haalbaar of niet? Kan ik hier werk van maken? Behaal ik het resultaat wat ik wil? Met het antwoord nee, nou ja, zet je neus de andere kant op, want dit is mogelijk. Het zonnetje begint een beetje binnen te schijnen. Ik hoop dat het op het scherm nog allemaal goed te zien is. Kijk. Jij mag iets af gaan sluiten. En dit is best wel een krachtige energie. Een intense energie. Losse eindjes gaan oplossen. Kansen die er zijn geweest loslaten als dit niet voor jou is. Die transformatie, hè. Zorgt er dus ook voor dat er een einde kan komen aan het toxische stuk. En dan is het ook zo dat je richting die vernieuwing mag gaan. Inzichten is belangrijk, maar ook leren handelen naar een bepaalde waarheid. Nieuwe ideeën die je krijgt, is ook belangrijk om hierna te handelen. Dus stel dat je inzicht krijgt van oké, ja, dit is inderdaad niet de situatie waar ik gelukkig van word. En waar ik stagnatie van heb. En inderdaad, ik word moe en ik ben moe en ik ben niet vooruit te branden. Oké, nou heb je die conclusie getrokken dat iets niet voor jou bestemd is. Maar als je daar niet naar handelt, dan blijf je nog hierin zitten. Dan blijf je in die karmische loop zitten. Dan blijf je continu dat cirkeltje lopen. Oneindig infinity teken hier, hè? Oneindig blijf je dan in die loop lopen. Blijf je vastzitten aan gedachten, aan illusies, angsten wellicht. Nou, dat zijn er te veel. Ik krijg er hier een stuk of 10 uit. Gaan we niet doen. Kijk eens. Hey, ik had het over je bubbel, hè. Kijk eens hier. In je bubbel. Je bubbel zorgt ervoor dat je in gaat voelen welke energie van jou is. Wat er nodig is, wat jou gaat bereiken in de positieve zin, zal ten alle tijde door die bubbel heen komen. De center naar je kern leggen, hè? Vanuit daar de energie gaan voelen, dan zal eigenlijk alle energie wat zwaarder is, en dat bedoel ik dan de lagere trillingsenergie, zal jou niet aan kunnen prikken, waardoor je dus in jouw kracht eigenlijk blijft zitten. Door in je bubbel te gaan, zul je ook merken wat intern van jou belangrijk is, want vissen legt het vaak ook buiten zichzelf om anderen te helpen, om daar de focus op te leggen. Maar ja, de focus mag op jouzelf gaan liggen. Want anders krijgen we hier weer, ik heb geshuffeld, weer die 8. Kijk, hier. Ga je het inzien, dan kan dit doorbroken worden. Maar daar zit een pijnstuk aan gekoppeld. En dat pijnstuk mag eerst ingezien worden van oké, ik hoef hier niet aan vast te houden. Want deze persoon zit gewoon los, hè.
Dit is de illusie dat je vastzit aan een verbinding, aan een pijnstuk of wat dan ook. Hè? Je bent gewoon los. Jij mag gaan ontvangen. Maar ja, zolang je er zelf nog niet klaar voor bent, zul je niet de richting gaan bepalen naar het positieve. Want dan is er toch nog een saboterende energie aan de hand. Die zal dan altijd blijven achtervolgen. Dan krijg je hier de 10 van zwaarden. En de 10 van zwaarden en de 7 van zwaarden. Onderkant dek heb ik de 5 van zwaarden. Echt wel luchtenergie, hè? Waterman, weegschaal, tweeling. Veel in je hoofd zitten, veel dus vanuit je denken. Dingen willen, ja, eigenlijk dingen concreet proberen te maken. Terwijl het spirituele niet tastbaar is. En jij wil iets wat niet tastbaar is, tastbaar zien te creëren. Ja, dat gaat niet lukken, want dan ga je in je hoofd zitten. Dan blijf je vastzitten en dan blijf je echt in die in die cirkel zitten. maar we gaan... Oh. Ja, die zag ik net ook al. De 4 van bekers. Deze komen op kop. Oké. 7 van munten en de keizerin op kop. Oké. Toch die angst komt weer naar boven. Geen vertrouwen hebben. Ongeduldig zijn. En dan zal er iets niet kunnen worden. Ja, hoe kan ik dat zeggen? Dan zal er geen vooruitgang kunnen komen. Dan is er een stagnatie. Dus het is intens, de legging vandaag. Een eye-opener voor sommigen van jullie. Dus het zal ook echt zeker niet met iedereen resoneren. Dus neem alleen wat voor jou van toepassing is. Nou ga ik er nog even een verhaallijntje bij leggen. En dat heeft ermee te maken, als je het oude wel achter je laat, wat er dan, en dat torenmoment, die verandering, wat kan dan gaan gebeuren? Hè? Dus ik pak er even een ander dek bij en dan gaan we ze even verder verklaren. Oké, in de positieve zin, wat kunnen we gaan verwachten als dit in de allerpositiefste zin omgetwist gaat worden? Als je echt naar die 10 van bekers gericht bent, in jouw juiste energiestroom staat. Kijk, krijg je de 3 van munten wel op kop. Dus het is wel belangrijk dat jij goed in gaat voelen waar jij... Wat ik hier voel is dat jij het niet waard vindt om aan jezelf te werken. En dat kan een beetje ook zijn omdat je een beetje die struisvogelpolitiek hebt van... Ja, maar ik heb geen probleem. Nou, oké. Je hebt een probleem bijvoorbeeld. Je gaat het inzien. Je gaat eraan werken. Oké, dan kom je in één keer in je krachtige energie te staan. Je creatieve energie. Maar ook je vastberadenheid. Hè? Je weet wat je wil. Je gaat ervoor. En daar pak jij op door. En we gaan eens even verder kijken. Onderkant daar heb ik namelijk ook de aas van staven. Dus die inspiratie... gaat verder eigenlijk ontwikkeld worden. En dat is dus door intern naar jezelf te gaan luisteren. Kijk eens, we krijgen de koning van staven en de 3 van staven. Nu kan het voor sommigen zijn dat dit jouw eigen energie, yin-yang energie, dat je in balans gaat komen, een soort union in jezelf. En dat je vanuit daar nieuwe scheepjes binnen ziet komen. Dan kan het ook zijn dat als jij wel al in dit stukje zit, hè, en eventueel dus een relatie hebt of een relatie zou willen ontvangen, een gezonde relatie althans, samenwerking, kan ook een vriendschap zijn, hè, dan kan dit misschien zelfs ook gaan komen. Iemand waarmee je gelijk stem bent, die al succes heeft, leiderschap heeft, best wel zelfverzekerd is ook in deze situatie. Maar omdat jij ook in je kracht bent, ben je als man of vrouw aan het kijken, doe het even vice versa. Hè? Wat voor jouw tijdlijntje is. Nu is het niet zo dat ben je als vrouw aan het kijken en val je op vrouwen of man op mannen, vice versa. Het zijn maar plaatjes op de kaarten, dus maak het gewoon dan wat voor jou passend is. In de zin van niet passend maken met de rest, maar wel qua geslacht. Kijk, losbreken. We krijgen hier namelijk weer de 8 van staven of zwaarden erbij. Dus breek je los, ga je beloond worden. Breek je los, krijg je nieuwe inzichten.
de persoon waarmee je te maken gaat hebben, of dit nou jouw eigen union is, of met iemand anders in contact, is wel iemand waarmee jij iets op kunt gaan bouwen. Of dit nou dus op het romantische vlak is, zakelijk vlak, vriendschap. Het is een persoon die leiderschap ook toont, vastberaden is, maar ook die stabiliteit weet neer te zetten. Weet wat hij wil, weet hoe hij dit moet behalen. En daarop kun je dan ook doorpakken. Nou, het wordt hier druk. Er liggen hier al 3 koningen. Oké. Ik ga hier even nog een kaart bij pakken. Waarom lig jij er hier? Oké. Oh, ik snap hem al. Jij bent dus op een gegeven moment ga je manifesteren. En stel dat jij in een relatie zit en die is nog niet helemaal... Stel dat je in een gezonde relatie zit, maar je voelt even een beetje afstand door wat dan ook. Dan kan het dus zijn dat er een nieuwe doorpak gaat komen. Dat je een nieuwe stabiliteit gaat creëren. Waarbij je meer gaat communiceren met elkaar. Waar je ook leuke activiteiten samen weer gaat uitvoeren. Als je als single aan het kijken bent of je zit in een ongezonde situatie. Dan is het zo dat als iets ongezond is, zal dit afgesloten gaan worden. Dan zie je ook dat iets niet meer werkt. Want daar is dus een afsluiting. Er hoeft niet meer aan gewerkt te worden. Aan jezelf blijven werken, zal het pad alleen maar verder voort gaan zetten. Nu hebben we hier natuurlijk de koning en de koning. Koning van munt en zwaarden. En de, ja, we hebben hier maar eentje, hebben we niet. En dat is de koning van bekers. Een stukje emoties. Dit voelt voor mij als één en dezelfde persoon. De persoon die op jouw pad gaat komen, kan dus een vuurelement zijn, ram, leeuw, boogschutter. Of in hem of haar charge hebben. Maar heeft ook de eigenschappen van een koning van munten en een koning van zwaarden. Nou, oprechtheid, eerlijkheid, nieuwe stabiliteit. Ook dat stukje mentale kracht in hem of haar hebben zitten. Dus er kan iets gaan verschuiven en die inzichten ga je pas op een later moment krijgen. Oké. Als we dan kijken, de 3 van staven, die hadden we hier ook al liggen. We krijgen de gehangene erbij en de 10 van bekers. De gehangene is natuurlijk ook wel het stukje dingen los leren laten, nieuwe perspectieven leren zien. Kan ook wel even zijn dat je in een pauzestand staat. Pauzestand van nu, geen liefde willen ontvangen. Of wat dan ook. Ik krijg hier wel dat er ruimte er ligt. Ik leg ze even hierbij. De 4 van staven en de lovers. Mocht je dus aan het kijken zijn, dan zou je heel graag een gezonde verbinding met iemand willen. Eigenlijk alles wat jij graag zou willen ontvangen in een persoon. Dat ligt hier bijna wel op tafel, behalve het stukje waterelement. Het stukje emotionele verbinding is dit misschien, terwijl hier wel de 10 van bekers ligt. Dus het voelt voor mij wel dat eigenlijk je al die vakjes afvinkt. 10 van bekers is natuurlijk ook een zeer positieve kaart voor het stukje liefde, waarbij harmonie, maar ook die divine connection is. Hè? Een connectie die goddelijk bepaald is, die de kenmerken heeft dat met jou matcht. 11-11. Nu, voordat ik hier ging zitten, was het 11:11 toen ik op mijn horloge keek. De 4 van staven is dus ook een kaart van het vieren weer. Stabiliteit, het connecten met iemand. Dus het kan ook zomaar zijn dat je iemand in de toekomst gaat leren kennen waar je zelfs nog mee gaat samenwonen of trouwen. Dit is wel een passievol stukje, verbinding die je zelf gemanifesteerd hebt. Maar eerst het ontkoppelen van een blokkering. En als je daaruit komt, dan kun jij iets creëren. Dus niet tegen de stroming in gaan zwemmen, maar met de stroming mee zal de positiviteit naar je toe gaan brengen. Zal je op hand, eigenlijk op een presenteerblaadje aangeboden worden. Maar eerst die doorbraak creëren in iets wat vastzit. En dan zul jij dus echt dit stuk ook kunnen krijgen. Zit je dus in een relatie, dan is dit een nieuwe upgrade in jouw verbinding op dit moment. Dan gaat het naar een next level, nog meer op emotioneel vlak in verbintenis staan met jouw partner. Betere communicatie, betere stabiliteit.
Dus als dit jouw reading is, dan kan het zijn dat jij al in dit stuk zit. Dan kan het zijn dat je daar zit. Weet dan ook gewoon dat je het als een positief stuk mag gaan zien. Ondanks dat het hier negatief voelt op tafel. Want als jij het als een positief stuk gaat zien, zie je dus ook in wat de betekenis achter een karmisch stuk is. Of een afsluiting. En door dit in te gaan zien en te omarmen, kun je dus ook de energie transmuteren naar het licht en ontkoppelen uit jouw schaduwzijde. En als je dit hebt ontkoppeld uit jouw schaduwzijde, dan zul je heel hard die stroming vooruit kunnen krijgen. Ga je dit als alleen maar negatief en belastend bekijken, dan zal je je eigen ook weer uit gaan putten. Dan zal je vast blijven zitten en zal die stroming ook niet herpakt kunnen worden in de positieve zin. Dan blijf je dus eigenlijk letterlijk alleen maar naar het verleden kijken. En het is juist de bedoeling om naar die kant te gaan kijken. Want hier ligt de vooruitgang. Dit is geweest, daar kun je toch niks meer aan veranderen. Wat je wel kunt creëren is wat er nog ligt. En dat is eigenlijk waar je doel op gericht zou moeten of mogen zijn. Dus lieve kijker, mocht het jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, ontzettend leuk als je dit zou willen doen. Dan pik ik jouw energie ook eerder op tijdens een bericht op of een video opnemen. Want ik stam af op de kijkers van dit kanaal. En de kijkers die dit bericht zouden mogen ontvangen. Want als ik echt af ga stemmen op het totale collectief, dan stem ik dus ook af op alle lage trillingsenergieën. En dat is dus wat ik wil proberen te voorkomen, omdat ik het in de hogere trillingsenergie over wil brengen op jullie. En dus ook vandaar dus dat ik dan eerder intap op jouw energie. Het is geheel gratis. Klik even een belletje aan, blijf je ook nog krijg een kriebel in de keel. Blijf je op de hoogte van alle video's die ik post. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een nieuwe video. Doei doei!